Lokaal 10 en 12 zijn onlosmakelijk verbonden met godsdienstleraar Ben van Noort. Hij zat maar liefst 34 jaar lang op de populier. Ik kwam op de populier als een relatief jonge docent. Ik heb hier 34 jaar les gegeven. In het begin kon ik eigenlijk niet goed lesgeven. En ja, dat moest ik dus leren in de klas. Ik had heel hard gestudeerd. Ik kwam zonder enige sociale vaardigheid voor de klas. Dus dat betekent dat er de gekste dingen gebeurden. Repetitieblaadjes die allemaal weer opgehaald werden achter mijn rug als ik ze uitgedeeld had. Dus ik dacht dat we dan een repetitie konden gaan geven. Maar de repetitieblaadjes werden op een tafel neergelegd als een nieuw stapeltje. Dus dat waren hele lastige momenten af en toe. Maar dat is de beginfase geweest. Later merk je dat het is een belangrijk onderwerp om godsdienst te geven aan leerlingen. Want ieder mens loopt met latente vragen over het onderwerp godsdienst. En uiteindelijk is het voor leerlingen niet het allerbelangrijkste of alles wel goed gaat in de klas, maar of die dingen aan de orde komen waar ze ook zelf vragen over hebben. En dat is, heeft hele boeiende resultaten als je met godsdienst bezig bent. Je bent vandaag een dag terug op de populier. Je bent net in lokaal 10 geweest en nu zijn we in lokaal 12. Wat doet dat met u? Ja, toch wel veel. Het is misschien symbolisch om te noemen dat er was ooit een overstroming in verband met de verbouwing hier op de populier. En dit lokaal zit op de eerste verdieping. En alle andere lokalen op de eerste verdieping hadden waterschade. Behalve lokaal 12. Ja, en wat gebeurt er dan als het water werkelijk door de gangen stroomt en de trappen af naar beneden stroomt? En dan sta je bij de koffieautomaat in de docentenkamer en dan wordt er dus meespalend gevraagd door collega's. En hoe voelt dat nou, Ben, als Mozes in lokaal 12? Ik zeg uitstekend. Zo ongeveer. Al met al een hele leuke tijd gehad. Hele leuke tijd gehad, leerzame tijd gehad. En ik kijk er met veel plezier op terug.